Al jarenlang investeer ik in aandelen. Soms om snel te rijk te worden, daar is het mee begonnen, onder andere met GameStop. Afgelopen jaren heb ik meer dan een 20.000 euro portfolio opgebouwd via Trading 212. En ik ga je mijn complete reis laten zien van 2021 tot 2024. Waarom ik gedaan heb wat ik heb gedaan, wat mijn volgende stappen zijn met het portfolio en hoe jij hier eventueel iets van zou kunnen leren. Oké, zoals je ziet, zijn we nu in mijn portfolio. Zoals je hier ziet, is het momenteel bijna 23.000 euro waard, 22.000 euro 841. Deze video neem ik op zaterdag 16 maart 2024. En ik ga even kort door heel mijn portfolio heen, waarom ik dingen heb gekocht, welke resultaten dat heeft opgeleverd. En ja, gewoon een algemeen beeld in investeren. Nou, je ziet dat het momenteel best wel groen is. Dat betekent niet dat ik een wereldinvesteerder ben. Maar laten we gewoon met het eerste beginnen. Eerste aandeel wat ik heb gekocht, een tijdje geleden, wat nu nog flink in de min staat, maar waar ik nog steeds wel veel potentie in zie, is Alibaba. Een van de redenen waarom ik dit dus aan heb gekocht, omdat ik zelf een bolverkoper ben en via Alibaba mijn product inkoop. Zo simpel was mijn redenering om hiermee te starten. Omdat ik ook een groot believer ben van tech, heb ik de volgende bedrijven aangeschaft. 500 euro heb ik dus aan Alibaba gestopt, is nu 330 euro waard, is nu min 181. Gaan we door naar Alphabet Class A, is gewoon Google. Heb ik 6 aandelen van op 500 euro, op 600 euro of zoiets. En dat is nu 670 euro waard. Ik heb ook 500 euro in Amazon gestopt. En je zal vaker terugzien dat ik die 500 ergens dus instop in ieder geval. 4 aandelen van Amazon, sta ik nog weer 20% in de winst. En puur omdat ik zeg maar ook een bol verkocht. En ik zie hoeveel potentie dat heeft en hoe hard Amazon draait en hoe hard Jeff Bezos draait. Weet ik gewoon dat daar groei in zit in e-com. En dat is ook een van de redenen waarom ik erin investeer. Nou, Apple, die heeft een tijdje wel een stuk hoger gestaan. Heb ik niet uitgecashed. En die staat nu op 7%. Nou, ik neem dit op met mijn MacBook. Ik heb zelf een iPhone. Een van de redenen waarom ik dus investeer in bepaalde dingen, is omdat ik het zelf ook dagelijks gebruik. En ik denk, als ik het zelf gebruik, weet ik precies hoe het werkt, waarom ik het gebruik, waarom ik klant blijf. En als ik er potentie in zit, dan gooi ik er gewoon wat geld in. Momenteel doe ik hier eigenlijk vrij weinig met dit portfolio, maar dit heb ik over de jaren opgebouwd. Heb ik ook nog Coinbase staan. Die staat nu 124%, bijna 1300 euro in de plus. En na deze call verkoop ik Coinbase, Facebook en MicroStrategy. En ik ga je precies uitleggen waarom. Nou, ik sta meer dan 100% en ik sta nu een keer 2. En momenteel is er een grote kans op het gebied van crypto. En wil ik dus ja, deze extra 2.500 euro bijna terug gaan stoppen in crypto in 2024. Om daar mass gains uit te kunnen halen in deze bull market. Hebben we nog goud, staat nu op 13%. Dat is altijd gewoon een safe bet. Dus volgens mij heb ik dat van Willem Middelkoop gehoord. Dat je een stukje goud moet hebben. En daarom heb ik daar toen 500 euro in gezet. Niet heel bijzonder, 70 euro in de plus. Maar bijvoorbeeld goud, Apple, Amazon, Google en Alibaba hou ik echt long term, zeg maar. Die hou ik echt pas vast totdat ze weer deze returns eventueel doen. En dan verkoop ik pas echt vanaf een keer 2. Nou, dan hebben we Facebook. Nou, een van de redenen waarom ik Coinbase dus ook had gebruikt en Facebook, omdat ik zelf via Coinbase dus ook Bitcoin, Ethereum, allerlei verschillende crypto aankoop, gewoon een heel veilig en fijn platform is en crypto echt in een ja, massive opwaartse spiraal zit. Vandaar dat ik ook uitcash met Coinbase als business momenteel. Ja, dan gaan we door naar Facebook. Nou, ik adverteer zelf al jaren op Facebook, dus ik ben zelf een vaste klant bij Facebook. Ik zal het ook gebruiken. Ik gebruik elke dag Instagram, elke dag Facebook en het groeit ieder jaar maar weer. Dus dat is ook een van de redenen waarom ik er ja, wat geld in heb gestopt en een van mijn grote holdings is. Bijna meer dan 2K in de plus staat, bijna 100%. En zoals ik zei, na deze call verkoop ik deze ook. Hebben Microsoft onlangs ook aangekocht. 8 euro in de plus, niet heel veel bijzonders, bijna 2%. Een van de redenen is ook gewoon technologie, omdat ik daar een groot voorstander van ben. MicroStrategy, nou, dit was echt een aanrader op Luc Belmar. Heb ik 500 euro ingegooid en het is nu 1500 waard. En die verkoop ik ook na deze call. PayPal, ik gebruik zelf al jaren PayPal voor mijn Shopify dropshipping business. Heeft ook slechtere kanten, PayPal met holds, et cetera. Maar het is gewoon een heel makkelijk en fijn te gebruiken bedrijf. Staat nu al 30% in de plus, maar ik heb 10 aandelen en ik sta die long term. Ga ik die laten staan? Nou, dan hebben we nog een hele grappige en dat is Tattoo Chef. En dat staat momenteel op 0 euro. Heb ik hier 200 euro ingegooid. Dat was meer in de hype tijd. Toen had ik meerdere van dit soort aandelen. Moet je denken aan Tattoo Chef, Palantir, AMD, GameStop, AMC, dat soort dingen. Ik investeerde echt in het begin alleen maar in memes. Dat is ook een van de lessen van ja,
Als zolang je het maar tijd geeft, dan zie je dit soort returns ook. Die MicroStrategy, Meta Platforms en Coinbase, waar je gewoon goede rendementen kan pakken in een paar jaar tijd voor je aandelenportfolio. Dus dat is ook een van de redenen waarom je gewoon long-term moet denken en niet gewoon denken aan dat hele snelle geld. Want dit is niet opgebouwd in een dag, maar echt vaak over een jaar periode. Op die MicroStrategy een paar maanden. Maar normaal gesproken gaat er echt wel veel tijd overheen. We hebben nog Tesla staan, staan momenteel 45% in de min. Dat was toen een heel groot ding met elektrische auto's en dat wat in het nieuws kwam. En omdat ik zelf ook fan ben van Musk, dacht ik van, yo, waarom gooi ik er niet gewoon wat geld in en kijk ik wat het doet? Nou, ik heb nog steeds heel veel vertrouwen in Tesla. De achterkant is vrij klein dat ik er zelf een ga kopen, dus dat is misschien ook een fout. En dan hebben we bijvoorbeeld Uber nog hier staan, daar heb ik ook maar €140 in gestopt, €40 winst. Een van de redenen is, ja, als ik hier in Bali ben, hier hebben ze geen Uber volgens mij, maar overal waar ik reis hebben ze altijd Uber en wordt het vaak gebruikt. En ja, daarom is het ook een van de redenen waarom ik daarin investeer. Een van de bedrijven waarin ik misschien nog zou investeren zou dan dus bijvoorbeeld een Airbnb kunnen zijn. Ik zit nu niet in een Airbnb, maar ik leef jaren in Airbnbs en dan lijkt mij dat een logische keuze dat het omhoog gaat. Ik kijk gewoon naar wat ik zelf gebruik. Het is geen financieel advies. En hoe je dat zelf kan doen. Nou, daar heb ik deze twee nog hier staan. Er staan nog FTSE Allward Vanguard. €500 in de plus. En Vanguard S&P heb ik 67 shares. Staat nu 1K in de plus. Ja, deze hou ik gewoon echt long term, zeg maar. Dus deze twee, deze. Eigenlijk, ja, die tot-share boeit niet zoveel als 0 euro waard. Maar eigenlijk alles wat nu onder die 100% staat, hou ik gewoon long-term aan. Tot ze minimaal dat hitten en dan kijk ik wat ik met die cashflow ga doen. Dus wat ik met deze cashflow ga doen van die MicroStrategy 1,6k, Coinbase 2,4, kom je op 4k. En deze heb je 8,4k, 8,5k ongeveer. Die ga ik uitcashen na deze call. En die ga ik langzaam herinvesteren in crypto. Ook met de halving die eraan komt, verwacht ik daar gewoon belachelijke gains dit jaar. Dat is een van de redenen waarom ik dat ga doen. Nou, laten we nog even naar mijn allocations kijken, hoe mijn geld verdeeld is. Misschien dat het wel interessant is voor jullie om te vermelden. Nou, S&P is mijn grootste positie met 26%. Daarna Meta met 20%. En FTSE Allworld 17%. Coinbase met 10% en MicroStrategy met 7%. Ook heel toevallig dat deze grootste posities die ik heb, mijn grootste ROI's zijn momenteel. Dus ja, dat is ook echt een keuze van mij geweest om dat bewust zo te doen. En natuurlijk heb ik dan Alphabet, Google met 3%, Amazon ook met 3%, PayPal met 2,5%, Goud met 2,5%, Apple met 2% en overig met 6% bijna. Oké, nou, zoals je ziet, als we even omhoog gaan, als dat kan, is het nu bijna 6K in de plus. Dus dat is wel netjes. En als we dan over de algemene week kijken, zien we dat er niet heel veel is gebeurd. Hebben we al op het hoge punt gestaan. Afgelopen maand hebben we wel goede gains gepakt. Zijn we van bijna 26% naar 35% gegaan. Dus dat is wel netjes. Nou, je ziet zelfs hier nog eind 2023. Zelfs nog tot eind januari heb ik gewoon in de min gestaan, 1K. Ik ben nu echt omhoog gevlogen. Dat is ook een van de redenen waarom ik nu even uitcash. Dat ik heel lang in de min heb gestaan, zoals je ziet. 2023, heel 2023. Ik zet hem even op de max. Dan kan je zien wanneer ik begonnen ben met dit portfolio. In januari 2021. Toen ben ik ook met GameStop begonnen. Heb ik daar toen 5K in gegooid. Heb ik daar nu mijn verlies op gepakt. 1,5K. Ik heb van die 5K heb ik toen 20K gemaakt. Maar ik heb niet uitgecashed. Dus dat is wel een fout die ik zelf heb gemaakt. Maar een van de dingen die ik ook doe, niet met dit actieve portfolio, maar ik investeer ook bij de Saxo Bank. En daar heb ik dus meer dan Vanguard en allerlei verschillende ETF's waar ik maandelijks in beleg. Ja, dus daar allokeer ik een x aantal honderd euro per maand naar op automatische piloot. Ook via René Kooijman geleerd toevallig. En dat is wat ik puur doe voor aandelen, echt long term, long term. Ik ben momenteel 23 als ik deze video opneem. En ja, dit portfolio kan zijn dat ik daar nog echt, laten we zeggen, nog 10.000 euro misschien uittrek. Zeg maar over als er goede winsten staan. Maar het zal ook zijn dat ik een aantal dingen gewoon laat staan. Zeg maar net als die twee ETF's. Die zal ik hoogstwaarschijnlijk nooit verkopen. Omdat ik laat die gewoon lekker compounden. Hetzelfde voor die ETF's die ik op de Saxo Bank heb staan. Dus ja, dat was eigenlijk mijn complete portfolio. Ik doe hier momenteel niet super veel mee. Maar ik hoop dat je dit een super waardevolle video vond, dat je wat inzicht hebt gehaald hoe ik mijn geld beheer, wat ik er verder mee ga doen. En misschien laat ik ooit wel eens mijn crypto portfolio zien. Die gaat richting de low six figures, high five figures.
Veel meer dan dat wil ik er niet over kwijt. Ik hoop dat je dit super waardevol vond en ik check je weer in de volgende video. Ciao, ciao.